Goedemiddag allemaal. Helaas ben ik er vanmiddag niet bij. Jammer. Op dit moment ben ik in Tokio met een Amsterdamse handelsmissie. Toch wil ik via dit medium graag het woord tot u richten. En met name tot de MD-groep met wie ik de afgelopen maanden heb mogen samenwerken. Grote waardering heb ik voor de wijze waarop jullie de uitdaging voor Wereldwaternet tot jullie eigen uitdaging hebben gemaakt. Voor jullie allen een heel andere tak van sport en een heel andere tak van carrière. Het is geen eenvoudige opdracht. Welke verdienmodellen zijn er te ontwikkelen voor de Amsterdamse ambitie? Namelijk om in 2030 de green capital van de wereld te zijn. De green capital met een green economy. Verdienmodellen in het proces op weg naar 2030 en verdienmodellen voor na 2030. Waar liggen de kansen voor de gemeente Amsterdam, voor Waternet, Wereldwaternet en het afvalenergiebedrijf van Amsterdam en voor Nederland? Bestaande processen op het gebied van water, energie en afval dienen opnieuw te worden ontworpen. Zodanig dat afvalstoffen, water, energie en nutriënten voor 100% worden teruggewonnen. Ik heb gemerkt dat jullie deze uitdaging met grote persoonlijke interesse en gedrevenheid hebben opgepakt. In de tussenrapportages gaven jullie daar blijk van. Op basis van die rapportages, voorlopige analyses, conclusies en aanbevelingen kan ik nu al zeggen dat de directies van Waternet, Afvalenergiebedrijf Amsterdam en Wereldwaternet uitzien naar een presentatie van jullie bij ons op kantoor. Vanuit Tokio groet ik jullie, dank ik jullie voor de korte maar intense samenwerking en feliciteer ik jullie met de bereikte resultaten. En natuurlijk ook met jullie ontwikkeling. Ik weet nu, deze bank heeft mensen in dienst met een bredere kijk op de samenleving. Daar heb ik graag aan meegewerkt. Tot gauw.